Nep-webshops zijn natuurlijk ook moeilijk te onderkennen van echte. Ja. Maar het goede nieuws is wel dat nep-webshops ook wel steeds vaker door, niet alleen door consumenten, maar vooral ook door collega's worden onderkend. En die zorgen ervoor vervolgens in samenwerking met de politie, met de cybercrime unit, dat dit soort nep-websites zo snel mogelijk de lucht uit worden geholpen. Ja, en vaak is de schade dan al wel geleden, hè? Ja, de schade is dan wel geleden. Waar het wel mee speelt, is dat wat wel zou helpen natuurlijk, is dat consumenten natuurlijk ook gewoon hun gezonde verstand gebruiken. Mm-hmm. Vaak zie je natuurlijk op nep-webwinkels aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn. Mooie smartphone-toestellen die, ik zal maar zeggen, voor de helft van de prijs worden aangeboden. Consumenten moeten natuurlijk ook wel verstandig omgaan met datgene wat ze op het internet doen. Hè, wat ze bij webwinkels doen. Als dat gebeurt, dan zal heel veel schade schelen natuurlijk. Mm-hmm. Wat voor soort figuren zitten er achter die website? Ja, dat is een puntje van orde. Want heel veel van dit soort nepwebsites worden niet vanuit Nederland gerund, maar vanuit het buitenland. Ja. En wij kunnen natuurlijk ons best doen samen met de cybercrime unit van de politie om die nep-websites zo snel mogelijk uit de lucht te halen. Maar de boeven zelf aanpakken is veel lastiger. Want binnen de Europese Unie zou je nog wat grip kunnen halen. Dan zou je nog wat beleid kunnen maken of zo. Maar veel van dit soort gasten die komen gewoon uit allerlei andere niet-Europese landen. Van achter de oerhand, dat is lastig. Ja, ja correct. Wat zou daar wel kunnen helpen? Want ik kan me voorstellen, als je als Europa optrekt, dan is dat wellicht wat beter aan te pakken. Ja, dat zou ook een hele goede insteek zijn. Die nemen we ook heel veel. We proberen samen met binnen Europa met onze collega brancheorganisaties. Het Thuiswinkel op het Oog heeft heel veel branchecollega's all over Europe. Proberen we dat ook aan te pakken. Ja, eigenlijk zou je dit globaal moeten aanpakken. Hè, want nogmaals, achter de Oeral, daar komt ook de Europese Commissie niet. En dan is het gewoon lastig om daar te schakelen. Absoluut. Wat raadt u consumenten aan die op zoek zijn naar de beste online koopjes? Oh, gewoon lekker blijven shoppen. Vooral gewoon je gezonde verstand gebruiken. Dingen die te mooi zijn om waar te zijn. Ja, dat is toch vaak ook gewoon zo. Kijk goed naar keurmerken. Kijk naar een thuiswinkel Waarborg op Nederlandse website. Kijk, in Nederlands zaken doen is gewoon goed. Ja. Bij bekende Nederlandse webwinkels dan kun je gewoon goed zaken doen. Is verder niks aan de hand. En blijf weg van schimmige websites waar het gewoon niet goed aanvoelt en waar je gewoon niet moet wezen.